Ik wil jullie ook van harte bedanken voor de uitnodiging van deze avond, dat ik mijn project De Wandeling tegen Dementie mag komen voorstellen. Op het scherm kunnen jullie alvast een foto zien van bij ons huwelijk, waarin mijn mama midden in de foto staat. En het is van daaruit ook dat ik mijn project ga voorstellen, want zo begint eigenlijk mijn verhaal. Eind oktober 2015 werd bij mijn mama de ziekte dementie vastgesteld. Mijn mama werd eigenlijk onverwacht opgenomen in het Salvator ziekenhuis in Hasselt. En we kregen daar eigenlijk heel weinig uitleg. Het enige wat die dokter zei was: wat wilt u eigenlijk horen? Dat uw mama niet meer alleen kan wonen? Maar zover was ik eigenlijk wel al mee. We hadden dan ook het geluk dat zij zichzelf al ingeschreven had in een serviceflat. En vandaar kwam zij eigenlijk van de koude op de warme lijst terecht. Ik vind het eigenlijk al heel jammer dat men over koude en warme lijsten moet spreken in België. Want eigenlijk vind ik dat iedereen die recht heeft op zorg, deze onmiddellijk zou moeten kunnen krijgen. De koude lijst is eigenlijk dat men nog heel lang, soms zelfs jaren, gaat moeten wachten in een rusthuis om effectief daar terecht te kunnen. En de warme lijst zijn eigenlijk mensen waarvan zij denken dat het hoogdringend is of die al langer op de lijst staan op advies van een of andere dokter of professor die echt zegt van: het is hoog tijd dat deze patiënt een plaats bij jullie kan krijgen, want die kan echt niet meer alleen wonen. Maar als ik de cijfers van dementie hoor, dan is het toch ook zeker noodzakelijk dat we daar aandacht aan besteden en dat daar ook geïnvesteerd wordt in onderzoek. Mijn mama moest dan ook onmiddellijk op 69-jarige leeftijd naar een gesloten afdeling. En dat kwam bij mij als een heel zwaar verdict. Want een gesloten afdeling, bij mij kwam dat over als een afdeling in een gevangenis. En ik heb dan ook met pijn in het hart mijn mama moeten achterlaten in het rust- en verzorgingstehuis, waar ze heel erg goed hun best doen, daar niet van. Maar men kan nooit niet dezelfde geborgenheid bieden als men thuis zou doen, of dezelfde zorg bieden. Want er zijn altijd handen, mensen en budgetten tekort. Ik dacht dan ook toen ik haar moest achterlaten van: is dit echt nodig? Moet mijn mama op die leeftijd tussen 80, 90 en zelfs een dame die de 100 al gepasseerd is, daartussen verblijven zonder weinig vertier, zonder weinig animo en zonder ook enige communicatie? Want ik moet eerlijkheidshalve erbij zeggen dat de patiënten van 80, 90 en nog ouder al in een heel ver stadium zitten en dikwijls al in een rolstoel beland zijn en dus nog heel weinig bewegingsmogelijkheden en zeker heel weinig communicatiemogelijkheden hebben. Dus ik zou eigenlijk willen pleiten voor, en dat mis ik toch ook wel een stuk hier in Limburg en in België, voor opvang voor jong dementerende, dat zij toch nog een beetje animo, vertier hebben dat op hun leeftijd toegespitst is, zolang zij nog kunnen stappen en enige communicatie kunnen voeren. Want voordat mijn mama dus in het ziekenhuis opgenomen was, ging zij ook nog dagelijks eigenlijk naar de winkel. En omdat wij de ziekte niet kenden, had ik het eigenlijk ook helemaal niet door, maar wij stelden dus vast, mijn man en ik, dat wij wekelijks de koelkast moesten leegmaken, omwille dat mama al voor de derde keer die dag haar trosje tomaten gehaald had. En dan zei ik wel eens: mijn mama, hier liggen nog tomaten in de koelkast. Maar dan kreeg ik daar eigenlijk weinig reactie op. Zo zag ik ook in de berging een hoop frisdrank staan. Ik dacht van: mama gaat een taverne beginnen met massa's frisdranken. Leeggoed, bakken vol. Dus achteraf zijn dat allemaal signalen, maar als men de ziekte niet kent, herkent men ook die symptomen niet. En mensen ook hebben eigenlijk ook misbruik gemaakt van mama, want ze verkochten spullen en mama die mama totaal niet nodig had. Dingen in de berging om te poetsen, twee stofzuigers, ja, alles maat 2 of maat 3 kort samengevat. En eigenlijk zijn we er ook pas achter gekomen, hebben beslist, wel in samenspraak met de huisarts, dat ze moest opgenomen worden in het Salvator ziekenhuis, waar het dan ook vastgesteld is, omdat haar bankkaart afhandig gemaakt was. En ik kreeg plots op het werk telefoon
mama had nooit gezegd van mijn dochter heet zus of zo. Dus die mensen zijn echt gaan googlen en hebben dan mij uiteindelijk gevonden door de website van mijn werk. Hebben dan gecheckt of ik effectief die dochter was. En hebben mij dan meegedeeld dat de bankkaart eigenlijk geplunderd was. Dus daar was een jonge man lustig mee gaan shoppen. En dan al die dingen tezamen zijn we dan tot de conclusie gekomen van ja, misschien scheelt er toch wel iets. En zo zijn we eigenlijk tot opname moeten overgaan. Ik kan nog een foto laten zien van mijn moeder 5 jaar later. En eigenlijk is dat nog een vrij mooie foto. Want ik moet zeggen dat we ons nu soms al met de rolstoel moeten verplaatsen. De communicatie wordt minder, herkenning wordt minder. Eigenlijk de dagelijkse basisdingen die wij normaal vinden, gaan heel snel achteruit. En blijkbaar gaat dit bij jong dementerende nog sneller achteruit. Dus hoe later de ziekte vastgesteld wordt, hoe minder snel het eigenlijk zou gaan. Want men heeft ook mensen die gewoon dement worden van ouderdom. Dat noemt men dan ook ouderdomsdementie. Dus mensen van 90, waar men zegt van ja, oké, het is normaal. Maar ik had in het begin ook het beeld van dementerende mensen met dementie. Van dat zijn mensen die dingen vergeten. Maar het is effectief wel veel meer dan enkel vergeten. Dus die mensen beseffen op een gegeven moment niet meer, ik moet naar het toilet. En ik moet zeggen, dat was voor mij de eerste keer heel schrijnend, want dat is de omgekeerde wereld. Als men uw moeder zelf moet helpen met het hele toilet gebeuren en al hetgene wat er achteraf bij komt, dat besef is er niet meer. Wij gaan naar het toilet, wij weten wanneer we naar het toilet moeten en we wassen onze handen. Bij mensen met dementie, die weten dus effectief niet meer wanneer moeten wij gaan plassen en wij moeten onze handen wel wassen naar hygiëne toe. Dus echt de basisdingen verdwijnen. Ik heb honger, ik heb dorst. Nee, men moet checken. En afgelopen weken met de hitte is dat zeker belangrijk dat verpleging en familie checkt. Drink nog eens en desnoods het erin schenken effectief in de mond, want men moet vocht hebben uiteraard. Want anders is het heel snel gedaan. Plus in de verre toekomst op termijn, ik wil daar eigenlijk nog niet aan denken, maar verdwijnt bijvoorbeeld ook het slikvermogen. Mensen hebben geen besef meer van die boterham moet ik kauwen. Ik moet slikken en dan gaat die verteren. Dus daardoor krijgen ze ook een soort pudding, noem ik het, waarin eigenlijk de nodige proteïnen en dergelijke zitten, dat ze toch hun maaltijd binnenkrijgen als ze momenten hebben. En er zijn mensen die dat continu moeten eten. Daar zijn uiteraard wel verschillende smaken in, maar die dus niet meer besef hebben van slikken. En dat is dan natuurlijk gemakkelijker bij, u moet zich dat voorstellen als een yoghurt of een pudding. Echt gemakkelijke voeding om toe te dienen. Ook rietjes om te drinken en dergelijke. Ja, want er is een getuigenis van een bedrijfsleider, iemand die bedrijfsleider is geweest. En die man is 70 jaar en dat is een boek dat pas is uitgekomen en die getuigt daar echt in. En die zegt van behandel mij alsjeblieft niet als een klein kind, want die zit in de beginfase van dementie. En hij weet dat hem dingen vergeet. Hij zegt ook, ik herken soms mensen niet meer, soms wel. Maar hij zegt, wijs mij daar dan niet op van, weet je alweer niet meer wie ik ben? Geef mij een kapstok en help mij. Of ik vind mijn sleutels niet meer, overkomt ons ook al allemaal eens. En hij zegt van, help mij dan die sleutels zoeken, maar wijs mij niet op. Je kan het niet meer, want niets is zo erg in de beginfase van dementie als zeggen van je bent dom, je legt dat verkeerd in de schuif, je moet dat in de frigo steken in plaats van in de kast. De stofzuiger staat daar en niet daar, dat heb ik al 3 keer gezegd. En dat is in de beginfase wat degelijk. Want er zijn zelfs mensen van 50 die dementerend zijn en die dus effectief in de beginfase wel heel goed weten dat ze het binnen 5 jaar allemaal niet meer gaan weten. En dat is heel jammer. En dan komt men in de fase, inderdaad, wat mevrouw zegt, dat het voor de omgeving moeilijker is, denk ik, inderdaad, dan voor de patiënt die de ziekte heeft en die niet meer beseft van, ik weet niet dat ik naar het toilet moet. Maar de familie het wel ziet van, het is te laat. Dat klopt wel, ja. Maar ik wou ook nog heel even over de zorg hebben. Ik denk dat we allemaal wel weten, jullie zeker, dames, dat daar handen en geld en budgetten tekort in zijn.
Dat blijkt ook uit de vele gesprekken die ik al gehad heb met zorgkundigen, met verpleging, professoren en met lotgenoten. Dus iedereen zegt eigenlijk hetzelfde. Ik heb het net al aangehaald, er is heel weinig opvang voor jong dementerende. En er zijn een aantal initiatieven, ik ga die heel kort even toelichten. Er zijn bijvoorbeeld de contactclowns, daar is ook een foto van. Die proberen op een of andere manier, dat is ook heel individueel, contact te maken met mensen met dementie. En er is er dan maar heel eventjes een emotie, die emotie blijft dan toch tenminste hangen bij die persoon met dementie. En ook het gevoel dat dat creëert bij die persoon met dementie. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld een vrij nieuw iets, dat is een tovertafel. En dat is een tafel die eigenlijk visjes projecteert. Of bladeren die de mensen dan bijeen moeten rapen of de visjes in de aquarium verzamelen. En dat stimuleert eigenlijk dat ze moeten bewegen en toch nog sociaal contact hebben. Want mensen in een rolstoel hebben eigenlijk geen beweging meer, maar door aan die tafel te zitten gaan ze handen en schouders bewegen. En hebben ze sociaal contact, want ze zien dat de andere mensen ook bezig zijn met de visjes of met het verhaal in de tuin. Of er komen soms herinneringen terug van vroeger hun eigen tuin, doordat ze denken, ik ben mijn tuin terug aan het onderhouden, ik mag terug bladeren rapen. Dan is er daarnaast uiteraard nog heel veel geld nodig voor onderzoek en daar wil eigenlijk mijn project aan bijdragen. De wandeling tegen dementie gaat integraal naar ARC en ARC is het Alzheimer Research Center van de KU Leuven. Dat wordt geleid door eigenlijk een topsonderzoeksteam, professor Van den Bergen en professor De Stroper zijn daar heel actief in. En die doen eigenlijk onderzoek naar de hersenactiviteit en liefst in zo vroeg mogelijke fasen om ook zo vroeg mogelijk te kunnen inschatten van welke persoon heeft welk aspect van dementie, want daar zijn ook nog heel veel verschillende vormen in. Alzheimer zal jullie waarschijnlijk wel allemaal bekend zijn. En eigenlijk kan men het menselijk brein ook vergelijken met een verzameling van tandwieltjes, een hoofd vol met tandwielen. Daar is normaal gezien ook een foto van. En als zo één tandwieltje gaat blokkeren, dan leidt dat er eigenlijk toe dat de andere tandwieltjes, deeltjes, ook niet meer goed gaan functioneren. En daardoor krijgt men dan eigenlijk een soort kettingreactie in het hoofd. En ik wil even een pittig detail meedelen. Wij hebben 100 miljard hersencellen in ons hoofd. Ten opzichte van plus minus 10 miljard mensen in het heelal. Dus dat is toch wel heel wat om daar onderzoek naar te doen. Vlaanderen telt ook op dit moment zo'n 122.000 mensen met dementie en in België een 202.000. En dat aantal dat gaat tegen 2030 nog met 25% gestegen zijn. Dus wij gaan daar toch wel moeten rekening mee houden dat er meer en meer mensen met die ziekte op de wereld zijn. En die ziekte manifesteert zich eigenlijk ook iedere 4 seconden. En dat is dus heel kort. En dat zijn ook de woorden van professor Van den Bergen en professor De Stroper die ik gebruikt heb, die ook heel nauw betrokken zijn bij de wandeling tegen dementie. Tot op de dag vandaag is er eigenlijk ook geen medicatie op de markt. Tenzij mevrouw zegt van ja, in beginfase. Maar dat is eigenlijk, de professoren zeggen hetzelfde, dus eigenlijk waardeloos is een groot woord, maar men kan daar eigenlijk maar heel even en in heel beginfase het proces mee vertragen. Dus eigenlijk heeft het weinig zin om die medicatie toe te dienen, omdat men dan zichzelf iets wijs maakt van het is even het ziekteproces vertragen, maar meer ook niet. Wat ook heel belangrijk is, is dat we mensen met dementie blijven zien als mens. En zoals ik daar straks al zei, dus hun niet gaan wijzen op dingen die ze fout doen, maar dat we hun aanvaarden zoals ze zijn, met hun vaardigheden die ze soms toch nog hebben. En dan wil ik toch even een fragment uit het boek van Kathleen Aarts aanhalen. Die zal jullie ook wel allemaal bekend zijn. Haar moeder heeft jong dementie. En zij zegt, terwijl mijn kinderen elke dag een stap vooruit zetten en bijleren, praten en zindelijk worden, doorloopt mijn mama dat hele proces aan een waanzinnig tempo, maar dan in de omgekeerde richting. Dat is wat ik net ook al zei. Normaal helpen moeders hun kind naar het toilet gaan. Nu is het omgekeerd.
En toen ik het boek gelezen had, herkende ik ook heel veel. Want mijn mama ging bijvoorbeeld ook, dat hebben we ook pas achteraf vernomen, heel dikwijls bij de buurman vragen om de tv op te zetten. Ze wist gewoon niet meer dat ze dat kastje moest nemen, knopje duwen en de posten kon kiezen. Dat was dus al volledig weg. Maar dat zijn we allemaal maar achteraf te weten gekomen. Het is dus eigenlijk een gruwelijke ziekte waarbij langzaamaan alle basisfuncties ook effectief verdwijnen. En ik noem het eigenlijk een dief, omdat men altijd meer gedachten mist. En ik zie het ook als een struikrover die eigenlijk niets ontziet. Die alles stuk voor stuk afneemt van de mens. Zoals ik al zei, de opbrengst van de behandeling die gaat volledig naar ARC. Professor Van den Bergen leidt dat toponderzoeksteam. En op de dag van de wetenschap waar ik naartoe ben geweest, werd het mij ook heel duidelijk dat er eigenlijk maar één remedie is tegen de ziekte en dat is medicatie. Dat zeggen de professoren ook zelf, om het ziekteproces in vroege fase volledig stop te zetten. Het is immers ook elke dag een stukje afscheid nemen van de persoon met dementie. Ik zou eigenlijk persoonlijk heel graag, ik zeg dat ook op de website, nog één dag, al was het maar één dag, een keer terug in de tijd gaan om met mijn mama samen pannenkoeken te bakken. Of een dagje naar de zee te gaan. Of een keer te gaan shoppen. Gewoon even één dag terug met mama genieten en even vast hebben. Die momenten koesteren. Al was het maar één dag. En daarom wil ik ook fondsen inzamelen. Niet voor mijn mama, want ik ben niet zo de persoon die zegt van we gaan geld inzamelen voor iemand zijn rolstoel of die dingen, persoonlijke dingen. Maar ik ben van mening dat met wetenschap en onderzoek iedereen gebaat is. Iedereen van jullie hier aan tafel kan vroeg of laat nood hebben aan onderzoek of aan centjes voor onderzoek, omdat ze met een of andere ziekte geconfronteerd worden. En uiteindelijk zijn wij afhankelijk daarvoor van de wetenschappers en van die professoren die daar heel hard hun best voor doen. Moesten er geïnteresseerd zijn, 6 september komt professor Van den Bergen ook een uiteenzetting geven om 19:30 in het woon- en verzorgingstehuis Sint Elisabeth in de Demerstraat in Hasselt. Ik hoop ook dat jullie met mijn uiteenzetting een iets duidelijker beeld hebben rond de ziekte. En dat jullie daar even ook stil bij kunnen staan bij die ziekte die toch wel heel veel mensen en een omgeving raakt. En blijkbaar is ons project ook wel zo gesmaakt dat we ook een ambassadrice hebben kunnen vinden voor de behandeling, die zelf ook geconfronteerd is geweest met dementie. Ik denk dat jullie haar wellicht allemaal gaan kennen. En ik hoop jullie uiteraard allemaal van harte welkom te heten op de behandeling zondag 13 augustus. En meer info is ook terug te vinden op de website www.wandelingtegendementie.be. Hartelijk dank en u kan nog even kijken naar het filmpje.